Oké, okay, Boomer, hier even een korte video over twee zinnen uit de stofomschrijving die te maken hebben met uh, de groei van de bevolking in Nederland na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Dan vindt er een zogenaamde babyboom plaats en daar gaan we in deze video's even kort naar kijken. Ja, wat is dan een babyboon? Nou, het is een, een, een grote geboortegolf eigenlijk. Er worden enorm veel baby's geboren direct na de Tweede Wereldoorlog in Nederland. En dat zien we ook in deze grafiek. Hier zien we dus per jaar het aantal levend geboren kinderen in Nederland. En dan zie je dat er dus in 1945 een enorme piek is ineens. Mensen zijn optimistisch over de toekomst, zijn nog in een feest, in een jubelstemming door die bevrijding van de Duitsers. En ja, daardoor duiken ze met elkaar het bed in. Uh, zijn ze ook geneigd om eerder kinderen te nemen, omdat ze dus positiever naar die toekomst kijken. Ja, en dat leidt dus tot een heuse babyboom, hè? die, die geboorte-explosie zou je kunnen zeggen. Je ziet ook in de jaren daarna dat het geboortecijfer behoorlijk hoger ligt dan in uh, de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. En de generatie die geboren is tussen 1945 en 1955, noemen we dan ook wel de babyboom-generatie. En dan krijg je dus dit soort tafereelen op de Nederlandse straten. Bijvoorbeeld, de stoepen staan vol met jonge ouders, met kinderwagens. Als die baby's op een gegeven moment wat ouder worden en naar school toe gaan, leidt dat ook tot overvolle klaslokalen. En ja, je ziet dan ook dat de bevolking van Nederland razendsnel toe zal gaan nemen. Want in 1945 zijn er 9 miljoen Nederlanders, en in 1970 zijn dat er 13 miljoen. En het is ook in die 25 jaar, die ik hier ook weer even in de grafiek laat zien, dat er sprake is van natuurlijke bevolkingsgroei. De Nederlandse bevolking groeit dus hè, van 9 miljoen naar 13 miljoen, en dat doet ze op een natuurlijke manier. Dus niet doordat er uh, mensen migreren naar Nederland toe, maar omdat er meer mensen geboren worden dan dat er sterven. Dat is wat natuurlijke bevolkingsgroei inhoudt. Dus ook in het sommetje wat hierboven staat, er worden vier kinderen geboren, er gaan uh, drie mensen dood. Dus dat betekent dat de bevolking op een natuurlijke manier met één toeneemt, want vier min drie is één. Nu moet ik gaan oppassen, want nu ga ik me een beetje op pad van de wiskunde begeven, dus ik denk dat het maar verstandig is dat ik snel ga stoppen. Ik hou het lekker bij geschiedenis.